mensen van het game. Fijn dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Zoals jullie zien, het is ochtend. Ja, dat kan je wel zien op mijn kop. Ik ben helemaal moe en zo. Jacinta die is helemaal wakker. Yay. Jacinta wil gewoon weer ontbijten, jongens. Het is even nu al. Het is zo vroeg, jongen. Het is 8 uur of zo. Ik zit hier een beetje lekker tv te kijken. Lekker Olympische Spelen shit en zo. Jacinta die is altijd bezig met douchen, kleren aandoen en bla bla bla. Oh, ik ben nog steeds veel te moe. Maar in ieder geval, jongens, vet. Jullie kijken naar de tweede vlog alweer. Ja, ik ben waarschijnlijk nog steeds moe door eergisteren. Toen heb ik namelijk met 3 uurtjes geslapen. En daarom kan ik nu nog wel wat slaapuren gebruiken. Maar ja, we moeten eerst maar even ontbijten. Dus let's go. Jacinta kijkt de oogjes nu al uit. Wat hebben we allemaal? Fucking veel ei, hè? Ja, hier ook wel. Hier ook, hè, van alles, hè. Waar pak ik straks de fruit? Dat is ook vet veel fruit, hè. Zo, jongens, ik heb een ontbijtje al. Zoals jullie zien, hier een lekker broodje met ei. Hier een Amerikaanse pannenkoek, wat poffertjes. Een lekker croissantje van dat scrambled egg, een eitje en wat spul voor de pannenkoek. Lekker. Stroop, ja, lekker stroop. Dat ziet er ook lekker uit hoor, bijna hetzelfde, maar oké. Ja, maar ik heb ook zo'n broodje met kaas. Iets makkelijk. Hey, Jacinta, doe eens 1 keer een gokje wat ik zo net het lekkerste vond. Ik denk het ei. Klopt. Nee, grapje. Ik vond de pannenkoek zo net fucking goddelijk, dus ik dacht, pak er nog meteen 3. En een lakker bakkie. Ik dacht zo van 3 pannenkoekjes en een eitje. Kill ik wel even, hè. Maar nee, dit ga ik sowieso niet killen. Ik heb 2 pannenkoekjes op en ik zit bomvol. Oké, jongens, we gingen dus even rekenen. Maar we hebben vannacht ongeveer 6 uur geslapen. En ik had die dag voor dus 3 uur geslapen. Dus het is bijna kapot kot. We gaan even slapen. Ja, ik was echt nog kapot moe. En ik bedoel, why not? Het is vakantie. Misschien nog even een half uurtje of een uurtje. Morgen gaan we wel wat later eruit bij het ontbijt. Of wat eerder op bed, dat kan natuurlijk ook. 9 uurtjes slaap in 2 dagen. Ik bedoel, dat doet een gemiddeld mens in de vakantie volgens mij in 1 dag. Het ontbijt was in ieder geval lekker. Dat is wel een positief dingetje. Ik zit vol. Ik zit ook best wel vol. Doei. Goedemorgen mensen van het game. Ja, ik begin gewoon mijn vlog opnieuw. Ik heb echt iets van 1,5 uur geslapen, dat is echt ziek. Ja, ik ben eigenlijk nog steeds wel een beetje moe. Maar ja, ik heb in ieder geval nu een goede nap gehad. Zoals jullie zien, mijn bed is een beetje nat. En dan denk je misschien, hé Haren, what the fuck, hoe kan dat? Heb je in je bed gepist? Heb je in je bed gekwijld? Nee, Jacinta wilde fucking graag weg. Dus gooi er water over me heen. Yay! Laten we nu dan gaan. Oké, jongens, het is vandaag best rustig. Dat is best wel chill. Ga zo even bij die muren omhoog klimmen. Daar heb ik best veel zin in. Op zich, een beetje bewolkt weer. Maar ik vind het allemaal niet erg. Het is, bedoel, ik loop hier lekker gewoon in mijn korte broek nog steeds. En het is lekker chill op zich. Het is een beetje koud. Harm is een vogel. Hele mooie vogel. Wat doe je met je benen? Oh, lekker ding, lekker ding, lekker ding. Nu zijn we helemaal hierboven. Het is niet zo mooi weer. Het volgende wat gaat gebeuren is kapot raar. Zoals jullie waarschijnlijk horen, de wind is best sterk. En ik ben nogal ver van Jacinta af. Maar ik zeg zo meteen, doe maar uit Jacinta. Maar wat de fuck gebeurt er met het geluid? In 1 keer hoor je me vet helder. Ik vond het best wel creepy, dus luister goed. Daar zit ik dus helemaal, hè? Ja, dat is echt raar. Ik wilde dit gewoon even random mededelen. Klik op het duimpje omhoog. Oh ja, en toen ging ik weer op de foto met mensen. Let's do some free running. Staan we dan hoor, lekker een bakkie te smikkelen, lekker bakkie patat. Yeah. Is het lekker? Ja, en lekker kruiden. De kruiden van deze patat zijn wel lekker mooi, hè? Lekker bakkie saus. Duimpje. We worden herkend. Ja, jullie kennen ons of niet? Kennen jullie mij? Kennen jullie mij? Nou, hij... Van YouTube? Ja, hij kent je. Hij kent je. Ja, je weet het wel. Ja, jij weet het wel. Heel graag ons gezicht niet op YouTube doen, als je niet echt komt. Dat is juist leuk, man. Dat is juist leuk. Ik mag dat niet van moeder. Nou, ik wel.
Mag je niet van je moeder op YouTube? Nee. Waarom niet? Zeg even welke YouTuber. Waarom niet? Je bent gewoon vet stoer op YouTube box, man. Bam. Jij ook. Bam, box. Maar je moet niet zo stoer doen, hè. Jij weet wel wie ik ben. Ja, jij weet wel. Nee. Jij zat zo net een rondje, maar ik zag het wel. Je zat zo net een rondje, je liep twee rondjes om het heen. En je wilde even zeker weten. Ja, dat was een plan om hij tegen jou te zeggen. Ja. Je weet het wel. Huh? Ja, juist. Hey. Nice. Ja, dat komt op YouTube. Hoe gaat de video heten? Jongen kent maar zegt dat hij mij niet kent, maar kent me wel. Hey jongens, duimpje omhoog voor jullie. Fijne vakantie, hè. Yo. Doei. Ik kende je wel. Ja, zag hoe stoer die deed dan. What the fuck? Serieus, lol. You know what time it is? Etenstijd. Voor de zoveelste keer. We hebben even lunch. Of ja, dit kan je eigenlijk wel avondeten noemen. Again. Hier lekker kippenboutje. Ja, hier wat lekker van dat pasta. En kibbeling. Je gaat patatjes en zo halen, denk ik weer. Ja. Weer lekker gevarieerdjes in dag. Oké, jongens, we komen hier twee fans tegen. Ze hebben geen mobiel bij hun. Ze is al, nee, we hebben geen mobiel, dit en dat. Ik zeg van, joh, kom in de vlog en meteen. Maar ze zijn helemaal blij. Jongens, hey, tik hem aan. Bam, tik hem aan, bam. Shout-out naar mijn neef Thomas. Shout-out naar je neef. En Joey. Shout-out naar Thomas en Joey Bravo. Zijn jullie hier gewoon voor één dag? Ja. Oké, vet man. Hier gaan we nu in. Yo, je kan ook gewoon kamelen rijden, like what the fuck. Oh, een fan, yo man. Yo. Vind je het ergens als je op de vlog komt? Nee. Je komt op de vlog. Wil je op een foto? Ja. Tuurlijk, dat mag. We gaan even lekker bowlen. Oké, drie keer raden wie er in de carousel zit. Hij is niet nat. Heel. Oh, daar is de achterkant. Is nat. Ja, it's waterproof. Mijn haar zit ook heel mooi. Oh, nice. Jongens, we zitten nu in de achtbaan. Tot het kijker achter mij. Yo, man. High five. Box. Bam. Gaan we dan. Yeah. Zitten we weer, jongens. Het is echt niet normaal, man. We weer aan het eten, jongens. Het is weer zover. Ik heb gewoon last van brandend maagzuur. En ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee met het all-inclusive. Jij niet? Nee. Nee, jij zint het nooit. Nee. Maar dit is wel erg lekker, hoor. Dit is lasagne, rijst en ik weet veel vlees of zo. Oké, mensen. Jacint en ik hebben even lekker gechilled op onze kamer. We hebben even de Olympische Spelen gecheckt. Ik vind het altijd wel leuk om even te kijken. Op het moment is volleybal bezig. Nederland tegen Amerika, maar dat doet er verder niet toe. Jacint had een verrassing voor mij. En... Maar dat stelt niks voor. Ja, Jacint zei tegen mij dat het wel wat voorstelde. Stout. Jacint die wilde iets kleins doen of zo. Oké,
jongens, ja, zit daar. Verrassing was ja, dat ene fucking spelletje. Zoals jullie misschien wel zagen, gisteren hebben we het ene spel gespeeld. En we zijn best wel verslaafd geworden omdat het fucking chill is. En dat hebben we gewoon weer gedaan. En dat betekent er heel veel voor mij. Ik vond het heel erg leuk. Nou, we gaan nu nog even bowlen. Even chillen. En we gaan vandaag wat eerder slapen. Want gisteren waren we wel pittig laat. En we moeten morgen er vroeg uit. Want we moeten 10 uur uitchecken. Morgen komt een hele vette vlog. We willen morgen bij die muur omhoog klimmen. Daarboven klimmen. Dat willen we echt graag doen. En katten willen we eigenlijk ook nog doen. Dus dat zijn super, twee super vette dingen. Ik wil je vast bedanken voor het kijken naar deze video. Wij gaan zo slapen. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende vlog. Oftewel morgen. Mensen, tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Abonneer. Later.